Aan het begin van een werkdag moet er natuurlijk eerst overlegd worden. Gezamenlijk wordt op een tekening bekeken wat er die dag op het programma staat. En de leidinggevende beslist wie er wat gaat doen. Op de computer worden de gegevens ingevoerd. Het te maken product, de naam van de maker en een tijdsaanduiding. Op een lijst ziet hij precies wat er moet gebeuren. En in het magazijn haalt hij alles wat hij nodig heeft. Met de rolmaat worden de afmetingen van het blok metaal dat bewerkt moet worden nog eens globaal nagemeten. Om zeker te weten dat het materiaal niet te klein is. De leidinggevende geeft aanwijzingen hoe de verspaner zijn opdracht, grotendeels zelfstandig, uit moet voeren en waar hij op moet letten. Hij legt een spanklem op het bed en zet deze vast. Daarna stelt hij handmatig de spanklem in op de juiste positie. Met de meetklok meet hij of de klem volledig horizontaal staat en kaarsrechtop. Anders komt het werkstuk er scheef in te staan. Er worden twee stalen plaatjes in de klem gelegd om het werkstuk nauwkeurig in te kunnen spannen. De verspaner moet tekening kunnen lezen en normen kennen om de tekening goed te kunnen begrijpen. En de materiaalkeuze kunnen bepalen aan de hand van de tekening. De juiste code wordt ingegeven in de computer waarmee een programma wordt opgeroepen dat daarna het werkstuk op het scherm exact laat zien, de zogenaamde simulatie. De leidinggevende wordt gevraagd alles te controleren voordat de machine in werking wordt gezet. Je ziet op het scherm precies hoe het product eruit moet komen te zien. De CNC-verspaner moet in staat zijn een CNC-programma te maken en het programma in de machine in te voeren. De machine meet en bekijkt het werkstuk met een taster die het product aantikt. Nu wordt het snijgereedschap gemeten, de lengte en dikte van de boor. De boor wordt in de machine geplaatst. Ook hier moeten de veiligheidsmiddelen, in dit geval een speciale bril, uiteraard worden toegepast. Bij het verspanen van materialen ontstaat er warmte. Om te voorkomen dat het werkstuk vervormt en het verspaningsgereedschap snel bot wordt, moet er gekoeld worden met water voor de koeling en olie voor de smering. Tijdens het maken van het werkstuk zal er op de maatvoering gelet moeten worden. In dit geval wordt er gemeten met een binnenschroefmaat. De geboorde gaten worden daarna nog met lucht schoongespoten. Met de schuifmaat wordt een algehele controle uitgevoerd. Het onderhoud van de machine en apparatuur is erg belangrijk en wordt dan ook zorgvuldig gedaan na elk gebruik. De laatste halte is de kwaliteitscontrole, die zorgvuldig nagaat of alles correct is uitgevoerd.